Goedendag. De grote vraag is natuurlijk: wordt het de komende dagen zo mooi wit als op deze foto? Nou, ik kan in ieder geval aangeven dat de kans op sneeuwbuien bijzonder groot zal gaan worden, maar ik denk dat de verschillen landelijk gezien en ook regionaal best groot zullen zijn. Dus op dit moment is nog niet gedetailleerd aan te geven waar de meeste sneeuwbuien gaan vallen. Als die buien natuurlijk vallen in de avond, nacht of vroege ochtend, dan zal het even wit gaan worden. Dan ligt er misschien wel een laag sneeuw tijdelijk, maar daarna zal die sneeuw weer snel wegsmelten. Want de temperatuur die komt overdag gewoon nog ruim boven het vriespunt uit. Nou, de komende nacht bestaat er al een toenemende kans op zo'n wintersgetinte bui. Ja, misschien wel met sneeuw of met hagel komen ook opklaringen voor. Diepe landinwaartstemperaturen 1, 2 graden. Ondanks die matige westenwind, windkracht 4. Het zou zelfs heel lokaal glad kunnen worden. Aan waait eerst nog een harde wind, een windkracht 7. En ja, daar is het ook een heel stuk zacht met een temperatuur van een graad of 4. En dan morgen overdag de donderdag. Ja, krijgen we dus te maken met voornamelijk hagel en met sneeuwbuien? Tijdens die sneeuwbuien temperaturen dalen naar dicht bij het vriespunt. Tussendoor kan de zon af en toe doorkomen. Voor de rest temperaturen ja, buiten de buien om een graad of 4. En de wind, die wijd aan zee, is nog krachtig, een windkracht 6. En die komt erbij uit west- tot zuidwestelijke richting. Nou, na morgen blijft het licht wind te grote kans op gladheid hè, in de nacht. En ook vroege ochtend. Vooral vrijdag nog een aantal winterse buien, een graad of 5. In het weekend lijkt de kans op een winterse bui wat kleiner. Maar toch, er kan er best nog wel eentje voorkomen hè, met hagel en met natte sneeuw. Begin volgende week neemt die kans op winterse buien opnieuw toe. En u ziet het: s'nachts rond het vriespunt. Overdag ruim boven nul met zo'n 4 of 5 graden. En ook trouwens, duidelijk minder wind. Weerfoto's kunt u, net zoals Ed van der Pat heb gedaan, uit Kerk opsturen naar weerfoto.rijmond.nl. En ziet u een mooie sneeuwbui? Maak er een foto van. Dan kan ik deze op TV Rijnmond laten zien. Prettige dag nog. Heel graag. Tot morgen.